De tuinman en de doop. Pieter Nicolaas van Eyck. Vanmorgen eit mijn tuinman, wit van schrik, mijn woning in. Heer, heer, één ogenblik. Ginds in de Rooshof snoeide ik lood na lood. Toen keek ik achter mij. Daar stond de dood. Ik schrok en haastte mij langs de andere kant, maar zag nog juist de dreiging van zijn hand. Meester, uw paard, en laat mij spoorslags gaan. Voor de avond nog bereik ik Ispaan. Vanmiddag, lang reeds was hij heen gespoed, heb ik in het Cederpark de dood ontmoet. Waarom? Zo vraag ik, want hij wacht en zwijgt. Hebt gij vanmorgen vroeg mijn knecht gedreigd? Glimlachend antwoordt hij. Geen dreiging was het waarvoor uw tuinman vloot. Ik was verrast. Toen ik 's morgens hier nog stil aan het werk zag staan, die ik 's avonds halen moest in Ispaan.